Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ga beginnen met wat klagen, denk ik. Mijn naam is Fidioot. En ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik vind dit vind ik gewoon de leukste foto op dit moment. Dit is vintage Femke. Super Femke. Wij boffen hier in Amsterdam. Ik ga beginnen met klagen. Ik zag dit vanmorgen voorbij komen. Zowel Geen Stijl als de Post Online zijn weer aan het klagen over, ik verzin dit niet, de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Probeer even voor te stellen, misschien kunnen we dat zien. Ambtswoning Amsterdam. Kijk of we daar plaatjes kunnen zien. Moet even kijken. Hallo. Lieve mensen, dit is. De ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Het wordt genoemd het huis met kolommen. En dit is de Herengracht. Dat is wat dit is. Dit is een van de allerduurste, mooiste panden op de Herengracht. En je hoeft niet eens, zo'n heel pand is onbetaalbaar. Dat kun je vergeten. Misschien als je, weet ik niet, een prins bent uit Saoedi-Arabië of zo. Of een heel rijk Hollywood iemand. Of een tech-biljonair of zo. Maar dit is niet meer voor gewone stervelingen. En die woning die bestaat uit, weet ik veel, 5 etages en een fenomenale mooie tuin. Echt prachtig is het. Het groot gedeelte van het huis is een soort museum, is het. Wat er een beetje zo uitziet. Weet je wel? Pracht en praal. Nou, daar woont de burgemeester natuurlijk niet. Sterker nog, daar wil je niet. Alhoewel, dit is wel een leuke fetishkamer. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Burgemeester Halsema en die Robert Oei. We nemen alle twee wat ecstasy. Dat zou je kunnen doen. We nemen wat ecstasy. Kun je hier een keer een fetishfeest geven? Maar nee, daar woont ze natuurlijk niet. Ergens hier, volgens mij, op de derde verdieping, is een appartement ingericht. En dat is waar de burgemeester woont. Is dit de tuin? Ja, hier kun je een beetje. Nee, ook niet. Hier kun je een beetje de tuin zien. Moet je kijken. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ze hebben een speciale Nederlandse designer, een garden sculptor, die tuin hebben heeft gedaan. Maar goed, een appartement, een willekeurig appartement op de Herengracht. Dat is ook natuurlijk niet betaalbaar voor een gewone sterveling. Wat zal dat kosten? Een miljoen? Meer dan een miljoen? Makkelijk, denk ik. De burgemeester hier in Amsterdam huurt dat appartement. En ja, dat kan ze ook niet betalen. Wat zal je daar kwijt zijn aan huur? Nou, meer dan 2000 euro per maand. Makkelijk. Misschien wel het dubbele. Dus Geen Stijl en de Post Online zijn aan het zeiken over het feit dat ze, weet ik niet 5000 euro per maand betaalt of zo. Welke gek doet dat? Je gaat niet de helft van je inkomen opgeven aan de huur. En dan gaan er namelijk allemaal dingen mis. Want burgemeester Halsema, die heeft twee van die tieners. En die kosten nogal wat geld. En die hebben telefoons nodig en fietsen en kleding en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, ik vind het heel, heel flauw dat Geen Stijl en de Post Online daarover aan het zeuren zijn. Ze krijgen natuurlijk een dikke korting daar op de huur. En ik vind dat volkomen terecht. Want je moet je voorstellen, iedere gek en zijn zieke broertje met een gebroken been weten waar dat pand is. En die komen daar demonstreren. Dus je hebt voortdurend mafkezen voor je deur.
die afschuwelijk irritant aan het doen zijn, terwijl jij daar probeert, weet ik niet, te eten en te slapen en te wonen met je kinderen. Ze wilden niet eens, sorry, naar die woning toe. Maar ze moet wel, je hebt de beveiliging, heb je gewoon nodig. Ze woonden in Amsterdam-Oost. Daar hadden ze een prima huis. Maar je moet daar weg, het hoort er gewoon bij. Dus zeiken over de huur, ik word er een beetje moe van. Wij gaan vandaag verder. Dit is een follow-up. Opnieuw een spoiler review. Een follow-up op een vorige video. Ik heb uitgelegd dat al mijn stofzuigers vroegtijdig overlijden. Het is een enorme traumatische ervaring geweest voor mij en mijn gezin. Ze gaan allemaal dood. Ik heb 7 stofzuigers begraven de afgelopen 7 jaar. Misschien de afgelopen 6 jaar zelfs. En ik heb allerlei stofzuigers geprobeerd. En ik ben nu overgestapt op deze. Dit is de Pneumatic James. Leuk is hij, hè? Met die oogjes en die glimlach. Wat, hi James. Ik vind hem helemaal fantastisch. Kijk, zo ziet hij eruit als je de slang van hem afhaalt. Dit is een stofzuiger met zak. Je kunt de bovenkant, deze hele bovenkant, daar zit de motor in. Die til je eraf. En de hele onderkant is filter. En stofzuigerzak, een zak van 8 liter. En zoals ik in die vorige video al zei, dit is verreweg de beste stofzuiger die ik ooit heb gehad. Ik zei aanvankelijk dat ik hem lawaaierig vond. Dat valt heel erg mee. Ik was iets verkeerd aan het doen. Vroeger was hij geel. Maar daar zijn ze zo te zien mee gestopt. Dit is het oudere model. Wat echt heel jammer is, want ik had hem liever in het geel gehad. Dan is hij nog schattiger. En kijk, dan krijgt hij zo'n leuk dekseltje erop. Dat kun je hier beter zien. Kijk, een dekseltje waar je de draad omheen kunt wikkelen. Ik heb deze variant. Deze is de allerlaagste energieklasse qua verbruik. En de allerhoogste klasse qua stofvrij en hypoallergeen, et cetera. Absoluut fantastische stofzuiger. Heel, heel, heel erg blij mee. En toen ik die video deed, toen ik uitlegde van, goh, we hebben Sweet Baby James. Sweet Baby James, dat is bijna. Hebben wij in huis gehaald. Kreeg ik heel veel reacties via e-mail van kijkers. Die wilden allemaal weten van, goh, je hebt hem na dik een week. Hoe gaat het met Sweet Baby James? Het gaat hartstikke goed met Sweet Baby James. Kijk hier. Hij had het koud, s'nachts. Dus dit is Sweet Baby James met een poncho. En kijk hier. Hier probeert hij met zijn slurfje een blikje bier te pakken. Dat mag hij nog niet. Daar is hij veel te jong voor. Maar hij probeert van alles te pakken met zijn slurfje. En kijk, hij kijkt ook een beetje zo weg van, ik doe niks verkeerd. Ja, jawel. Je moet bij bier wegblijven. Dan ben je te jong voor. En kijk, hier heeft hij een hoedje op. Dit noem je een pakol. Dat is zo'n Afghaanse hoed, is dat. Kijk, dat noem je een pakol. Dat is zo'n hoed. Daar heb ik er een van. En die heb ik geleend aan Sweet Baby James. Dit is een pakol. En die zijn van wol en die zijn lekker warm. Hij doet het heel goed, Sweet Baby James. Hij is aan ons aan het wennen. Hij is aan de katten aan het wennen. Wij zijn aan hem aan het wennen. Ik ben alleen maar meer enthousiast geworden over deze stofzuiger. Het is de vraag natuurlijk, houdt hij het vol? Het lijkt me vreselijk als Sweet Baby James ook zou sneuvelen. Ik ben al zo getraumatiseerd, dus we houden hem goed schoon, we houden hem warm. En hij staat in de hoek van de kamer naast mijn bed. Want ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hem in de kast te stoppen met dat leuke koppie. In zijn eentje in het donker,
Dat vindt hij vast niks. Daar is hij veel te jong voor. Er is ook geen leuk nachtlampje in die gangkast. Dus dat doe ik even niet. Ik denk dat dat stofzuigen mishandeling zou zijn. Dit heb ik gisteren aangeschaft. Henry en Hattie geurkorrels. Drie kleuren, drie geuren. Ik was wat meer informatie aan het inwinnen over Sweet Baby James. Weet je wel? User reviews, testimonials, leuke video's. Kijken wat andere mensen van dat ding vinden. En toen kwam ik dit tegen. Wat zijn dit? Nou, het zijn een soort potjes met korrels erin. Je kunt ze hier goed zien. Er zit echt wel aardig wat in zo'n potje. Ik heb deze set gekocht. En daar zitten drie geuren in. Flower, limonella en eucalyptus. Ik ben begonnen met flower. Dat leek me vrij neutraal. Wat doe je? Nou, je schroeft dit potje open. En dan vul je het dopje met korrels. Die korrels die gooi je op de grond. En dan doet Sweet Baby James met zijn slurfje, met dit slurfje, die doet de rest. Die zuigt al die korrels op. En vanaf dat moment, iedere keer als je Sweet Baby James aanzet, dan komt er heerlijke bloemengeur uit. Via zijn filters. Ik heb nog nooit een stofzuiger gehad waar dat bij kon, denk ik. Of misschien heb ik gewoon niet heel goed opgelet. Ik ben misschien niet zo'n stofzuiger aficionado als ik dacht dat ik was. Maar het is absoluut geweldig spul dit. Je hebt er maar heel weinig... Sorry, ambtswoning. Who cares about that? Alleen geen stijl. Hoe lang doe je met zo'n potje? Nou, geen idee, maar het lijkt me stug dat drie van die potjes opgaan in een jaar. Ik was voor drie potjes was ik €18 kwijt. Dus dat is €6 per potje. Zo'n dopje, dat is helemaal niks. Volgens mij haal je wel 20 dopjes uit een potje. Dus dat is 60 dopjes. En ik stofzuig heel, heel, heel erg veel. Ik ben een echte clean freak. Ik heb katten en een kind. Ik kan niet tegen krummels. Ik kan niet tegen rommel. Dus ja, Baby James wordt meermaals per dag... Sweet Baby James wordt meermaals per dag gebruikt. En het is echt heel lekker. Want het is een beetje alsof je... Ja, hele lichte wierook aansteekt of zo. Het is echt geweldig. Ik vind het wel nog steeds jammer dat ik geen gele heb. Omdat hij dan zo'n leuk... wieltje op zijn hoofd heb. En ik heb al gekeken, dat wieltje kun je niet loskopen. Zie je? En deze is notabene goedkoper. Nog goedkoper dan de mijne. Ik was voor Sweet Baby James blauw. Was ik inderdaad zoiets kwijt. Ietsje meer dan €100. Maar deze... Ja, dit is ook... Oh, sorry, deze. Nou, waar is hij nou? Ik had hem toch liever, denk ik, in het geel gehad. Maar dit is waarschijnlijk iemand die hem aan het verkopen is. Een tweedehandsje of zo. Dit ding bovenop hem had ik nog leuk gevonden. Kijk, en dan krijgt hij ook dat bloemetje erbij. En dat betekent eco. Kijk, deze mensen ook, die hebben hem een leuk kleedje gegeven. Zodat hij samen met zijn onderdelen kan zijn. Ik zie al wat er hier misgaat. Dit is toch een iets anders model. Namelijk, dit is gewoon een rechte stang. Met een slang. Dit is geen rechte stang. Hier heb je ook drie stangen. Alleen de derde stang heeft een kromming. Waardoor hij lekkerder in de hand ligt. En zoals je ziet. Ze zijn gestopt met dat groene bloemetje. Dat groene bloemetje. Zo naast zijn naam. Dat betekent eco. En dat is niet meer nodig. Want dit is de allerlaagste... Dit is het allerlaagste energieverbruik wat er is. Dit zijn de geurkorrels. Hoe ik het begrijp, kun je deze geurkorrels gebruiken voor andere stofzuigers ook. Er staat nergens bij dat het alleen geschikt is voor de Pneumatic James. Ja, ik vind het leuk. Stofzuigen en iedere keer als je stofzuigt, en dat doe ik, weet ik veel, 4, 5, 6 keer op een dag. Hangt er een beetje van af hoe druk het in huis is en wat we allemaal in huis aan het doen zijn en hoe druk die katten zijn. Maar die geurkorrels, die zijn echt heel lekker. Ik denk dat je daar makkelijk een jaar mee doet. Dus €18 per jaar en iedere keer als je stofzuigt met Sweet Baby James...
ruikt je huis heel lekker. Ik had het er al over in die vorige video. Wie doet het stofzuigen in die ambtswoning? Daar moet je niet aan denken. Wie zou dit schoonmaken? De gemeente natuurlijk. Dat gaat de burgemeester niet zelf doen. Dat zou ik echt weigeren. Rot op man, ik kom nooit in die kamer. Robert en ik, wij dragen geen leer. En wij houden niet van ecstasy. Ik zou niet dood. Wat is het? Het lijkt een soort hoerenkast bijna een beetje. Een soort hoerenkit. Maar goed, dit soort dingen met dat afschuwelijke dure pakket wat hier ligt. En, weet ik niet, tapijt op de muur. En gouden franjes en toestanden. Ik bedoel, historisch heeft het een bepaalde waarde. Maar ik vind het afschuwelijk. Ik zou dit niet gaan schoonmaken. Dat zou ik gewoon weigeren, dat ook. Ik betaal al zoveel huur en ik mag die ruimte niet eens gebruiken. Ik zit in dat kleine appartement. Ergens bovenin. Nou, dit huis heeft geen lift, hè. Dus ze moet met haar hond en de fiets en die kids en noem maar op, gewoon trappen lopen iedere dag. Daar zou ik nou ook niet zo vrolijk van worden. Wie zou dit schoonmaken? Ik denk alle officiële ruimtes worden gedaan door gewoon een schoonmaakploeg van de gemeente. Maar dan moet iemand nog steeds dat appartement waar ze geen marktconforme huur voor betaalt. Want niemand kan dat betalen, ook de burgemeester van Amsterdam niet. Dat zou schoongemaakt moeten worden. Wie doet dat? Ik denk niet de burgemeester van Amsterdam. Ik denk niet mevrouw Halsema. Ik denk dat haar partner dat doet. Robert Oei. Want het lijkt me heel stug dat zij een werkster nemen. Als je een werkster neemt, waar zou je een betrouwbare vinden? Die werkster die gaat meteen overal foto's van maken. Die gaat die foto's meteen verkopen aan de privé. Of nog erger, aan Geen Stijl. Of de post online. En dan krijg je nog meer gezeik. Straks maakt iemand wat foto's van je kind. Die in de pyjama rondloopt, append met de telefoon en ze online zetten. Daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Dus ja, dat zullen ze zelf moeten schoonhouden, dat appartement. En ik denk dat Robert en de kinderen dat doen. Want de burgemeester die heeft een werkdag van, weet ik veel, 10, 12 uur per dag. Nou, als je zoveel huur betaalt, ja, dan wil je natuurlijk niet een hele dure stofzuiger kopen van een paar honderd euro. Dus ik adviseer dan ook voor de burgemeester, Sweet Baby James. Zo heet hij van ons, je kan hem een andere naam geven. Big Jim, of whatever. Maar ik zou dan die James adviseren, want die is relatief licht. Dat appartement is gelijkvloers. De wielen die eronder zitten zijn goed, dus je kan ook niet allerlei dingen beschadigen. Hij heeft een goede stootrand, weet je, als kinderen moeten stofzuigen, dan rachen ze natuurlijk met zo'n stofzuiger. Dus hij heeft een soort bumper, waardoor hij zijn hoofd niet bezeert. Het is alsof je een peuter in huis hebt met een helm op. Daar komt een beetje op neer. Dus ik zou dan zeggen, neem deze. En doe dan die geurkorrels erbij. De burgemeester Halsema heeft 2 honden, voor zover ik weet. Of misschien nog maar 1. Ik weet niet hoe oud die beesten worden. Dan stinkt dat hele huis naar hond. Daar moet je niet aan denken natuurlijk. Dan wordt het echt de tokkies. Katten zijn relatief schoon. Daarom hebben we geen hond. Dit helpt echt. Dus ik zou zeggen de baby James, de sweet baby James, met die geurkorrels. En daar dan een beetje dat appartement mee schoonhouden. Maar dit zou ik weigeren om schoon te maken. Sterker nog, ik zou niet doodgevonden willen worden in deze ruimte. Nou is het een beetje sneu dat die mensen van Geen Stijl en de Post Online die dan aan het klagen zijn over die marktconforme huur, dat ze misschien een keertje moeten gaan uitleggen, wat is marktconforme huur? Want volgens mij betaal je op de Herengracht gemakkelijk 5.000 euro per maand, als het niet meer is. En misschien is het een interessant verhaal voor de Nederlandse media, om in rustige, kalme termen uit te leggen aan die simpele Amsterdammers, dat zijn wij dan, uitleggen aan die Amsterdammers van, hey, moet je luisteren, de huisprijs in Amsterdam,
De huizenprijzen in Amsterdam zijn zo krankzinnig geworden. Dat zelfs de burgemeester daar de huur niet meer kan betalen. Nee, zelfs niet als je hele goedkope stofzuiger koopt. Ja? Dus nu met ik James, de blauwe. Ja? Met die geurkorrels. Dat is hartstikke handig, want je hebt een hond. Het stinkt daar in die Amstwoning een hond. Daar zit niemand op te wachten. En dan kun je dat appartement schoonhouden. Dat lijkt me veel belangrijker dan al dat gelul over marktconforme huur. En niet kwaad bedoeld, lieve mensen, maar dit is volgens mij het 10e artikel waar wilde apen, zoals de Telegraaf, Geen Stijl, de Dagelijkse Standaard en de Post Online, aan het janken zijn over de huur die de burgemeester betaalt. En de mensen die het zeiken doen, dat zijn grotendeels mensen die A, geen Amsterdammers zijn, dus ze zijn hier niet geboren, et cetera. En B, ze wonen niet in Amsterdam. En C, ze kunnen zelf daar de huur ook niet betalen. Maar ja, goed, ja, hoe ik het begrijp betaalt de burgemeester van Amsterdam 26.000 euro huur per jaar. Dat is voor een hele hoop mensen een beetje meer dan hun jaarsalaris. Een hele hoop mensen in Amsterdam. Dus janken over marktconform moeten we misschien een beetje mee gaan stoppen. Wat wij willen weten is, wie doet het schoonmaakwerk in die ambtswoning? En wat voor stofzuiger heeft burgemeester Halsema? Ik zeg, u moet gaan switchen. U moet zo'n pneumatic James gaan halen. Kijk nou hoe leuk hij eruit ziet. Je wil gewoon iedere dag stofzuigen. En hij ruikt nog lekker ook. En je kunt hem een leuk gek hoedje opzetten. Kijk hier. Kijk, heeft hij een pakool. Heeft hij op. Hij is nu een multiculturele James geworden. Leuk, hè? Ja, ik vind het ook heel leuk. Nou, lieve mensen. Dank jullie wel voor jullie tijd. En dank jullie wel voor al jullie interesse. Hoe gaat het nou met James? James maakt het goed. James maakt het echt goed. Hij begint zijn draai hier te vinden. En hij is echt een onderdeel geworden van ons gezin. Dat is hem weer. Tot de volgende keer.